Weer, moet weer harder houden. Is het goed als het nu aanzet? Ik moet nog heen. Ah, oei. Wat dan een half uur, drie kwart eraf. Oké, ciao ciao. Salutjes, hè. Tot z'n beet. Yo. Yo. Not the good, not the bad, and the ugly arising from my hand. Mijn naam is dus daar of daar, sorry. Nee, mij kun je niet. Ja. Mag ik opnieuw doen? Nee, doe maar over. Mijn naam is dus Simon Kesteloot. Ik ben een gedreven KSA-leider. En ik studeer lager onderwijs. En voor de rest weet ik niet zo goed wat de vraag juist wil betekenen. het begon, maar dat had echt niet. Dat had echt niet. Ik ben nu. Ja, oké. Okay, ja. Het begon bij de Welten. We hebben elkaar leren kennen in het vijfde en zesde leerjaar, dat me niet vergis. Maar elkaar hoe leren kennen was door onze periode, zoals vele mannelijke adolescenten. Namelijk gamen. Ik ben begonnen met gitaarspelen in het derde leerjaar. Samen met notenleraar heb ik dat eigenlijk afgewerkt tot in het zesde middelbaar. Mits wat minder beginnen spelen in de laatste drie jaar. Nee, dat is veel gezegd, maar in een bepaald punt ben je geheugen van ja, hoe ben ik dan mee? Allee, ja, kan ik hier dan een partituur lezen? Maar akkoorden spelen en slagschema's voor echte plan, dus alleen voor echte muziek te maken, dan kan ik dat niet. Op gehoor spelen kan ik ook niet. Nee. Ik heb niets belangrijks meer te vertellen, Louis. Oké, dan pak ik nog een spel van mijn zuster. Ideaal, merci. Ik ga erachter komen. Bedankt, hé. Salutjes, da-da. Yo. Ik had daar mis aan. Beweegkaart, je moet dat gewoon op de tafel leggen, naast elkaar. Ik stop. En te staan. De spelers moeten drie keer. Ik moet. Dus drie, en dan 1, 2, 3. Dat is niet. Ik ben Dario van Vleteren, 20 jaar, student sociaal werk en ik speel gitaar. En verder zit ik ook nog in de KSA. Ja, dat is het zo'n beetje. Het is een Jackson King V Pro Series uit 2013. IMG actieve pickups. De IMG's actieve pickups, die neemt geluid op. En ze sturen dat zo door naar de versterker. Actieve pickups wil zeggen dat ik hier langs achter een batterijtje moet insteken, omdat er een voorversterker in zit. Een Floyd Rose brug. Dat is een brug die niet vaststaat, los. Dat je dan met een whammy bar kunt divebombs doen en allemaal zotte shit. Verder elzenhout is het, dat het uitgemaakt is. En ja, dat zijn mijn plektrums. .88 de lops. Voilà.
Dat vind ik ook cool, dat zijn straplocks. Dat wil zeggen dat dat daarin steekt en dat dat daar niet kan uitvallen. Behalve die ene keer. En dat is het resultaat daarvan. Het begon allemaal. Nee, door naar muziek te luisteren, nee, vooral AC/DC. Als ik een jaar of 10 was, ik begin te spelen. En toen AC/DC, Guns N' Roses, Metallica. En uiteindelijk nu is dat ja, vrij veel van trash metal. Dine, wat doe je zelf? Dat moet daar rennen, hè? Ik heb je op de kamer in te doen. Allee. Ja, dat is echt klein. Het is ook geen lamp, nee. Het is een modeling amp. Wat dat wil zeggen dat ik hier allemaal verschillende lampenversterkers achter doe. En nu doe ik de PV 2605 achter. Dus dat is een dikke lampenbak. Veel gebruikt voor metal, zeker in trash metal. Maar thuis heb ik eigenlijk de Marshall JCM 2 Dust staan. En dat is dan wel ik. Heftig, ja. Voilà. Klassieke gitaar, ga je dat ook eens op je schootjes aan? Ja, nee, maar zo zak in. Software, ja, maar het zijn nog nooit zo lief behandeld geweest. Ik zei, ik zit gelukkig op de ram. Frets zal wel verder doen. Ja, het zijn jumbo frets. Hij heeft er 24 ook. Hè. Dus het is volledig 2 op de hand. Kun je de solo van november 1? Nee, maar ik kan eigenlijk echt geen enkele solo naspelen. De solo van November 1 is wel Koekemaf, hè? Ja, maar dat is alleen... maar ja, dat ben je maar, hè? Dat is Koekemaf, hè? Weet je, het moet weer harder houden. Natuurlijk.
Naar mijn hart. Dat klinkt zo badass in die gitaar. Ja, ja. Is dat deze die hij doet? Daar is... Daar, dat. Oh. Maar het is zo van die blast. Nee. Op alle twee op de beesten. Petirrele. Dan is het eigenlijk hetzelfde, maar in de plek van dat je zo hier pakt. Wat verskoos je die neemt naar de derde fret. Ja, het is dus op 2. Weer op 2, maar dan zo. Zo, dat is basic zonder dan 5. Dat is basic. Klinkt beter. Afron. Wil je nog even? Oh man, overkruis of zo. Hoe kan ik hier lang vonden de rut hier? Ja. Zo de rut van de keubaf. Oh. Yeah, I'm going to...